Jana Corijn, vandaag stond de bekermatch Gent-Lierse op het programma. In de competitie was het hier 1-1. Hoe is het vandaag meegevallen? We wisten op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Zeker inderdaad omdat we 1-1 gespeeld dan in de competitie. Dus we moesten er zeker voor gaan. Ik denk dat we naar hier gekomen zijn om te willen winnen. En we komen naar rappe voorsprong, dus dat druk was er al even af. Blijft dat hier lang 0-0, dan kan dat zeer spannend worden. En dan uiteindelijk komen de volgende doelpunten ook nog redelijk snel. Dus dan viel er wel een druk van ons af. Maar we namen onszelf voor om te blijven voetballen en zo niveau en tempo hoog te blijven zetten. Ja. Het wordt heel vroeg 0-1 na 3 minuten al. Een assist denk ik van Silke? Silke speelt de bal van links naar voren en ik loop door. En dan zag ik dat Nicky Vraar meer naar rechts stond, dus dan trap ik hem ernaast binnen. Kort nadien, bal tegen de lat ook? Ik trap van ver en dan gaat hij tegen de deklat. Voor hetzelfde geld valt hij daar al binnen. Of die goal die afgekeurd was, volgens mij, als de bal achteruit komt, kan het niet buitenspel zijn. Wat denk ik dan? Ja, de meeste mensen in het publiek dachten dat ook. Dus. De bal komt achteruit. Dus, maar ja, dat is jammer. Scheids beslist op die moment iets anders. Dus. Ja. Daarna nog een mooie goal van Lien ook, Lien Mermans. Ja, echt. Ze had gezien dat de keeper redelijk ver uit doel stond. En ze trapt van ver. Ze heeft een goede trap in de been. En hup, binnen. Dus echt een mooi doelpunt. Ja, en dan nog een hattrick van Elke van Horp in 2 helften. Hè? Ja, ze heeft ze blijkbaar gespaard tot in de beker. Ja. Dus ik ben echt wel blij voor haar. Ja, ze verdient dat ook. Ja. Dus jullie winnen 0-5 hier vandaag. De beker houden gaat verder. Volgende match standaard voor de beker. Topaffiche ook. Ja, weer al topaffiche. Weer al een moeilijke match. Maar elke match moet gespeeld worden. Dus we zien wel. Ja. Nu vrijdag gaan jullie met Lierse spelen jullie ook de topper in de Super League op Anderlecht. Jij kent die ploeg ook nog, want je hebt in de ene ronde de winnende goal gemaakt en je hebt daar ook nog gevoetbald, hè? Ja, inderdaad. Niet lang gevoetbald, een half seizoen omdat ik geblesseerd was. Maar ik denk we willen iedere wedstrijd winnen, ook tegen Anderlecht, tegen elke match. Ja. Dus. En hopelijk eerst te worden, of, want jullie hebben nog niet verloren dit jaar? We stonden eerste en we hebben gelijk gespeeld tegen Standaard, waardoor dat als Anderlecht won ze over ons sprong, dus zij stonden eerste. Dus ik denk dat iedereen gemotiveerd zal zijn om de eerste plaats te willen innemen. Dus jullie willen winnen op Anderlecht? Zeker, zeker. Oké, dan afgelopen maandag stond België-Servië op het programma. Het werd 1-1, jij viel in, er kwam nog een kans, wat gebeurde er? Ik zag dat Davina speelt de bal en ik zag enige twijfel tussen de keeper en de verdediger, dus ik dacht ik ga gewoon gaan. En dan heb ik uiteindelijk toch die bal nog mee en in eerste instantie ga ik de keeper voorbij, maar dan moest ik eigenlijk, dan twijfel ik even, had ik moeten meteen trappen en dan glijdt de bal wat door tegen mijn rechtervoet en links als ik wil trappen, waardoor dat eigenlijk een flop was. Dus ja, jammer, want op dat moment kunnen we wel de 2-1 maken. Ja. Uiteindelijk, de keeper redt ook nog een bal of twee denk ik op het einde, 1-1 uiteindelijk. Hoe was de stemming in de kleedkamer achteraf? Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat dat zure punten zijn. 1 punt tegen Servië is niet voldoende. Maar het is zoals de coach ook zei, er zijn nog 5 wedstrijden. We hebben alles nog zelf in handen. Dus de volgende match tegen Engeland moeten we er staan. Ja. Maar eerst gaan jullie nog naar Portugal in maart. Misschien tegen Brazilië gaan jullie misschien spelen. Hoe kijk je daar naar uit? Ik denk dat de kern is groot en er mogen er maar een beperkt aantal mee. Dus ik denk dat iedereen er vol wil voor gaan om zeker dat mee te maken. Dat is echt een ervaring voor iedereen, denk ik. Ja. En daarna op naar Engeland ook? Tuurlijk, ja. Oké, dankjewel. Veel succes. Ja, bedankt. Dank je.